Dames konden dat zonder site. Ik heb er weer wel lekker muziek op gezet hoor. Voor even een wedstrijdje naar, dan ga ik hem uploaden, oké? Wat is dit voor leek? Als we teams kwijt in krijgen. Je kunt in Spanje ook heel lekker eten. Ik neem pijl, ja nee, ik neem er twee. Je kunt ook lekker liggen, luieren om te vallen. Hey, dat doe ik, want dat is een goed idee. Of je luistert naar de Spaanse castagnette. En je zingt het Spaanse liedje met ons mee. Olé, 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 olé. In Spanje, in Spanje, in Spanje schijnt altijd de zon. In Spanje, in Spanje, in Spanje, je ligt de hele dag op je balkon. Of in je zwembroek aan het strand, tot je lekker bruin verbrand. Oké, okay. Jongens, ik ga mijn eerste wedstrijd spelen en meiden. Ik ga mijn eerste wedstrijd spelen. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Ik ben er wel een beetje zenuwachtig voor. Met Liverpool. Het is zover. Over enkele ogenblikken trappen we hier af. De eerste wedstrijddag in de CONMEBOL Libertadores. Zit u er klaar voor? Want de wedstrijd gaat over enkele ogenblikken beginnen. Er is geen spatje regen te bekennen vanavond. Vandaar dat er flink wordt gesproeid. Nou, of het geregen is, dat komt goed uit. Want het wachten is hier op de aftrap. Voor een dijk van een wedstrijd. Welkom iedereen om te kijken. Bij deze wedstrijd hoort u het commentaar van Jeroen Grutter en van mezelf, Siert de Vos. We hebben er zin in, want vandaag zijn we getuigen van de eerste ontmoeting in de groepsfase van de CONMEBOL Libertadores. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Dit is Liverpool Montevideo tegen Corinthians. In groepswedstrijden is het van belang dat je consistent presteert. Je kunt het je eigenlijk niet veroorloven om punten te morsen, want voor je het weet lig je eruit. Nou, dat alles moet leiden tot een mooie wedstrijd vandaag, Siert. Thank you.
vuur. Ha, ik mag aftrappen. De wedstrijd is begonnen. Zijn begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Ruim baan op de vleugel. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Hij heeft gelijk, maar het schiet niet veel. Hij onderschept hem op een gevaarlijke plek. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Oeh. En dan is het. Ze hebben gescoord. 1-0. De 1-0. De 1-0 is al snel gevallen. De score is geopend. Het is 1-0. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval voeren. Ja, wat nou weer, hij ligt hier helemaal pampen. Geel! De kaart voor de verdediger, welke kleur? Geel! Tja, daar komt hij goed bij weg zeg. Dit had ook rood kunnen zijn. Oh man, ik deed helemaal niks. Ga ik eigen vrienden opzoeken. En daar geel aan geven. Naar zijn stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Om tussen de palen te krijgen. Ja, 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 ja. Voet de uitbraak. Oeh, oeh. Bijna, bijna. Bijna. Nee, er zit iemand bij. Direct druk zetten, dat werkt hier. En de grensrechter vlak. Koningsdag. Buitenspel. Veel te ongeduldig gepaast. Je moet ook je rust bewaren op zo'n moment. Die speler was nog aan het teruglopen vanuit buitenspelpositie. Dus wacht even tot de kust veilig is. Zoek naar een kans, een opening. Die steekbal lijkt aan te komen. De keeper heeft de bal klem. De aanvaller doet eigenlijk niets bijzonders met die enorme kans. En kort genomen. Nee, dit is gevaarlijk. Goed verdedigd dat schot. Deze moet er gewoon in. Geen misselijke actie van deze doelman hoor. Hij houdt de ogen op de bal en springt precies op het juiste moment. Ja, en als hij misselijk was geweest, dan had hij wel een makkelijke toe. Gaat u maar. Deze wordt kort genomen. Bal wordt geraakt. Goed zo, lekker keeper. Anders was het weer raak geweest voor deze speler. Ja, die blijft het ook proberen, maar deze keer gaat het feest even niet door. Heerlijke tackle. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou een verschil kunnen zijn. Geel, zegt de scheidsrechter. Geel? Ja, daar hoeven we toch niet over te discussiëren. Het lijkt me gewoon volkomen terecht. Geel?
Heb je al hersenen? Ik ga hem hierbij afsluiten, jongens en meisjes. Vonden jullie deze video nou leuk? Ik ga hierna gewoon nog een maken. Van de tweede helft. Geef jullie dan een duimpje omhoog. Ik ga het op abonneren. En tot straks. Als je mijn video dan nog gaat zien.